Oké, dit is de basis, dat klopt. Dus we gaan een trucje uithalen. Oké, maar ik heb deze zelf. Oké, op deze. En Marlon, welk probleem ben je nu aan het oplossen? We zitten met een update. De nieuwe blik en de oude blik. Dus ik heb een zogenaamd gedaan dat de oude blik... dit is de nieuwe blik, de oude blik. Heb ik zogenaamd gedaan dat de nieuwe blik de oude is. Maar wat is dan het grote verschil tussen die twee? Ik zie zo snel geen verschil. Het zal waarschijnlijk de barcode wezen. Ja. Dus de codering. Dus, maar ik heb gewoon een trucje uitgehaald en ja, nu doet het. Is opgelost, ja. Opgelost. Dus werken met het systeem, ja. Ja. Miranda daar, die is met kleurenwaaiers bezig. Dus ja. Zij heeft een bepaalde wens voor een ding en dan ga jij dat, of ja, jullie dat, gaan het uiteindelijk dan maken. Ja, dat tover ik het in de eerste kleuren. Ja. Dus dat is echt op maat. Ja, maatwerk. En nu heb je ook nog dat de Flexa is ook nog eens een aanbieding. Ja. Waarschijnlijk omdat de blikken, dat er nieuwe blikken komen, of niet? Nee, één keer in de zoveel tijd wordt er actie gehouden. En Flexa heeft 40% op de muurverf en 50% is het op de lak. Hey, maar dan staan we er toch, want er komen alweer klanten aan. Straks heb je misschien geen tijd meer voor me. Wat ik natuurlijk wel leuk vind, jij bent een rasmiddelburger, kan ik wel zeggen. Ook al ben je hier niet geboren, dat weet ik natuurlijk ook. Hè? Ja. Maar ik ken jou wel echt al vanaf mijn achtste, denk ik. Dus dat is al heel lang. Ja. Maar jij werkt ook echt al heel lang in de bouwmarktwereld en in de... Want hiervoor werkte jij ook nog hiernaast, toch? Ja, de meeste mensen denken dat ik aan één ruk door heb gewerkt bij de Kalei, maar dat is dus niet helemaal niet zo. Eerst was ik de LTS afgemaakt en daar was ik timmerman, oh ja. 2 jaar. En toen ben ik vervolgens omscholing gedaan in de handel en kwam ik bij Praxis terecht. En daar had ik 12 jaar gewerkt. Dat is echt best wel lang en dat was in de jaren 90 of? Ja. 80, jaren 80 of 90 zo. En toen zocht ik naar iets anders en toch een andere uitdaging. Nou, en toen ben ik 2 jaar heb ik toen nog gewerkt bij Spruit. In, ook de verfwinkel? Spruitver speciaalzaak. In de binnenstad zat hij toch? Ja, de Krommewede. Ja. En, maar dat liep niet zo goed daar, dus toen dacht ik van ik moet toch weer iets anders doen. En ben ik naar Kawaii Numansdorp gegaan en daar heb ik 2 jaar gewerkt. Dat is wel een stukje fietsen. Ja, maar ik vond dat niet zo erg. En toen zeiden ze vanuit Kawaii Middelburg, ja, we gaan een nieuwe toko beginnen. Dat is Kawaii Motieren. En daar mocht ik mee helpen met opbouwen. Nou, en dat deed ik gezamenlijk met een klusteam, een interieursteam. En op een gegeven moment wouden ze me hier hebben. Nou, en nu ben ik ongeveer 13 jaar hier. Dat is ook alweer lang, zeg. Ja, dus ik heb heel trots, laat ik dan zien natuurlijk. Dan krijg je een speldje van de baas. Een speldje. Ja, maar ik begreep ook van je collega van de week, ik was hier van de week al even binnen, dat jullie zijn wel een beetje aan het verschuiven als... ja, toch bouwmarkt, maar dat jullie veel meer gaan doen met interieur. Hè? Er komen ook de vloeren worden binnenkort helemaal bijgewerkt, omdat er toch veel meer meubels komen. En dus jullie zijn wat meer voor het klussen dan voor de grote verbouwingen. Zeg ik het dan goed? We zijn als je kijkt, we gaan ons meer richten op interieur. En daarvoor waren we echt een bouwmarkt, echt voor de bouwvakken. Zeg maar. Ja. Altijd wat nieuws. Nou, dat is heel goed om te horen. Ja. In ieder geval, dank voor je tijd en succes, hey. Succes bij werken op het dag. Volg je nog even. Dit is de lijn. Ja?
van licht tot donker. Ja? Ja. Die, hè? Die. Nee, laat een vrouw maar kiezen. Ik kies die. Doe mij die. Het grote mengproces. Dat gaat echt met kleine dosering ook. Hey, maar doe jij al je klanten zo omhelzen? Ja, natuurlijk. Ja? Is dat voor je fan? Daar kom je voor terug. Dat gezellig.